hebt 15 gele elastiekjes nodig en 2 zwarte. Als eerste haal je het blauwe stuk van de onderkant eraf. Bij het grote stuk kun je het beste aan beide kanten de onderkant van je haaknaald eronder zetten. Daarna haal je het andere stuk er ook af. Nu hou je 1 rij van je bord over en zet je er aan beide kanten het kleine stuk op. Zo staat de rij stabiel. En nu doe je 1 zwart elastiekje over 2 pinnetjes heen. En nu doe je 3 gele elastiekjes om de andere 2 pinnetjes. En dat doe je dus de hele tijd door totdat je er 5 van hebt. Dit stukje is even versneld, zodat je sneller door kunt kijken. En nu pak je een zwart elastiekje, die rek je een beetje uit. En dan doe je hem over je haaknaald. En dat vouw je dubbel en dat doe je dat 3 keer. Dat plaats je dan op het laatste pinnetje. En dan draai je je loom half om. En dan ga je beginnen met haken. Je doet de capend naar achteren. Je pakt de 3 gele ringetjes die daaronder zitten. Je houdt de capend tegen met je andere hand, anders dan gaat hij mee en dat is niet goed. En nu pak je de andere 3. En dat haak je naar voren. En dat doe je nu weer. Je haakt het weer naar voren. En dat doe je weer. De zwarte doe je ook. En dan haal je het er nu af. En dan maak je daar een knoopje van. Dus dat doe je op je haaknaald. En dan pak je de achterste, die doe je eroverheen. En dan laat je die los. En dan trek je hem aan. Niet te hard, want dan gaat hij knappen. En dan haal je het er aan de achterkant af. Pinnetje voor pinnetje. En dan heb je nu je banaan eraf. Bedankt voor het kijken naar deze video.